In een familiebedrijf gaat het natuurlijk over samenwerken en over vertrouwen. En die band hebben we ook met Rabobank. Wij telen hier zoete kersen, pruimen, blauwe bessen, peren en pruimen. Ons areaal ligt helemaal in Zuid-Limburg en een stukje in België. We hebben veel zonuren, daarom is ons fruit lekker zoet. Fruit telt heel wat in Zuid-Limburg. Dat is ook voor de Rabobank aanleiding geweest om in 2014 een onderzoek te doen naar de toekomst van fruitteelt. We zagen dat het aantal fruittelers afneemt en ook de investeringsmogelijkheden beperkt zijn. Ja, en Thomas, een jonge vent, ja, was eigenlijk een uitzondering in fruitteelt. Die ja, zei in de keukentafel, ik wil verder en ik wil wel fruittelen, ik wil het bedrijf ontwikkelen. We zijn een aantal jaren geleden gestopt met de appelteelt en daar in de plaats voor is echt de pruimenteelt gekomen. Duurzaamheid doen wij verschillende dingen op ons bedrijf. We hebben honingbijen, we hebben solitaire bijen, we hebben hommels. We doen aan teeltbescherming zodat wij minder gewasbeschermingsmiddelen hoeven te gebruiken. Hier is broedgelegenheid voor vogels. We werken in de natuur, we werken met de natuur. Dus eigenlijk is ons bedrijf ja, een combinatie van de natuur en ons. Toen Thomas het meer de regie overnam in het bedrijf, hebben we ook gekeken hoe we het bedrijf nou duurzaam, maar dan ook toekomstvast kunnen maken. En daarbij was onze conclusie dat het belangrijk is om een goede relatie te hebben met de consument. Daarom zijn we ook begonnen met een eigen merk, de Fruitboer, waarbij we veel meer het contact met de consument opzoeken. En dat doen we door de directe verkoop in de fruitwei in het zomerseizoen. En daarnaast hebben we ook een aantal bewerkte producten waarbij we ook, die we ook rechtstreeks aanbieden aan de consument. Directe consumentverkoop, korte ketens. Dit zijn trajecten die geïnitieerd en gefaciliteerd worden door de Rabobank. Hier hebben wij aan deelgenomen. En het fijne daarvan is dat zij een heel breed en groot netwerk hebben en je zo met heel veel verschillende soorten instanties en marktpartijen in aanraking komt waar je normaal nooit mee aan tafel zou kunnen komen. De relatie met de Rabobank is al een jarenlange relatie. Net zoals dat het bedrijf een familiebedrijf is, bestaat ook die relatie al sinds de tijd dat mijn vader de leiding had over het bedrijf. En die relatie hebben we eigenlijk in de jaren verder uitgebouwd. En wat wij heel belangrijk vinden is, in een familiebedrijf gaat het natuurlijk over samenwerken en over vertrouwen. En die band hebben we ook met de Rabobank. Ik zie de toekomst heel positief. Op het moment dat ik hier met de auto langs rijd en ik stop bij het winkeltje in de fruitwei, ja, daar krijg ik daar een positief gevoel van. En ik zie daar ook mensen van Maastricht gewoon met plezier fruit kopen en ook met plezier fruit nuttig is. Je proeft gewoon dat je komt van Zuid-Limburg. Fruitteelt mag nooit verloren gaan in Zuid-Limburg. Kijk op rabobank.nl/limburg.